Calvin, mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En ik ben hier vandaag weer speciaal voor jullie om wat energie op jullie te gooien. Ja, hoe het gaat. Het was hoogstwaarschijnlijk voor jou weer zo'n dag waarin je naar school ging en terugkwam en dacht, hè, wat is het leven toch? Oh nee, het is zaterdag. Never mind, oké? Ik ben hier vandaag weer om wat energie en wat positiviteit te brengen in jullie leven. En dat ga ik doen door hier te zitten en te praten. Otje, doe even normaal. Otje, you're making a lot of noise. Otje, what is this? What is this? Otje, wat heb je daar? Otje, wat heb je daar? Otje, wat heb je daar? Wat is dit? Wat is dit? Ah, I love you. Op een dag ben je een vette grote kat. En dan ben je niet meer cute. Ah, dan ben je nog wel cute. Ah, kattenaars. Alsjeblieft. Meisje, wat is jouw plan? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Wat ga je doen? Wat is dit? Otje! Ik wil iedereen bedanken die een fanaccount heeft gemaakt voor Otje. Het was niet nodig, toch wel lief. In ieder geval, vandaag is het geen speciale dag, want ik ga gewoon weer een video maken zoals altijd. Op zich valt het speciaalheidslevel van vandaag best wel tegen. Ik ben maar gewoon eerlijk met jullie. Als je had verwacht dat je even een vuurwerk of zo, nope, not happening. Het is gewoon, it's just me, on a chair. Ik ben lid, bang van ketee, bang van ketee, bang van ketee. Het is bijna december en dat betekent natuurlijk heel veel dingen, weet je. Je hebt kerst, je hebt oud en nieuw en je hebt vrouwen die selfies maken. Ja, typisch iets voor december. Eigenlijk gewoon gedurende het hele jaar. Maar ik wil van tevoren even zeggen dat ik deze video totaal niet baseer. Oké, misschien stiekem wel op mijn vriendin. Maar dat is totaal niet zo. Het is een willekeurige vrouw. Ik heb willekeurige bronnen die totaal niet beginnen met een N en eindigen op Ina. Nee, helemaal niet. Het is gewoon heel globaal dit. Zoals je misschien in de titel hebt. En zoals je misschien weet, op basis van de titel ga ik vandaag praten over manieren waarop vrouwen selfies maken. Want dat doen ze nogal. Dat vinden ze hartstikke leuk. En ik vind het ook leuk als vrouwen selfies maken. Dan kan ik lekker liken, kan ik lekker delen, kan ik lekker commenten. Dat vind ik hartstikke leuk, vind ik gezellig en dat is hartstikke leuk. Doe je best op school, maar niet op school. Oké, hetgeen wat me meteen te binnen schoot toen ik deze video bedacht was het moment dat een vrouw een camera op zichzelf richt. Dus dat is niet normaal. Het is op een of andere manier hetzelfde als dat een vrouw in de spiegel kijkt. Ik ga even reconstructie. Zo kijkt een man in de spiegel. Oh ja, dat is een spiegel. Hey, dat ben ik. Hallo. Zo kijkt een vrouw in de spiegel. Ah ja, oh kijk, oh dat is een spiegel. Waarom is het toch zo dat elke keer als een vrouw weet dat er een foto wordt gemaakt of ze maakt een selfie of ze kijkt in een spiegel of ze kijkt in een plas water, dat een vrouw dan denkt, oh ja, ik moet even mijn hele bek verbouwen. Dit letterlijk gewoon chicks die gewoon dit doen. Ja, ik ben ook hier, dat is een spiegel. Maar wat zei je? Ik maak geen grappen, mensen. Kijk, natuurlijk als je een foto maakt, dan ga je ook wel lachen. Dan doe je gewoon even die smile zo. Hey. Maar om standaard gewoon dit te doen. Ik bedoel, het zou hetzelfde zijn als ik elke keer een video maak. Dat dan de camera aangaat en dat ik zeg. Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Calvin. Hey, Calvin was good, Calvin. I love you. En tot de volgende keer. Ah, eindelijk mijn lip weer normaal. Ah. Let's party. Dit is een classic. Hoe kan het dat op een of andere manier, als een vrouw een foto maakt in een spiegel, het is misschien niet helemaal een selfie, maar het is wel een spiegelfoto, dat ze blijkbaar verandert in een soort slangenmens. Holy shit. Hoe kan het dat elke chick, als je een foto maakt in een spiegel, dat je soort van dit doet? Het is ook gewoon schaamteloos, hè? Het is echt zo van, oké, ik ga nu een pose bedenken waarin je zeg maar mijn kaulo dikke asser goed kan zien. Het is niet eens even subtiel. Het is niet een soort van subtiele décolleté. Het is gewoon, oké, ik verbuig mijn hele lichaam zodat je mijn reet kan zien. Je kan me vulgair vinden, je kan me een beetje grof vinden, maar we weten allemaal dat iedereen een bil heeft. Twee billen. Ik snap het niet. Kijk, als een guy een spiegel selfie maakt, dan is het gewoon, yo, just got out of bed, man. It's amazing to be alive. Maar als een vrouw een spiegelfoto maakt, moet het gewoon dit zijn. Hello. Hello. Ik bedoel niet dat ik die foto's erg vind, hè. Het is niet dat ik begin te kotsen als ik die foto's zie. Nee, dat is niet waar. Maar, I don't get it. Ik snap het niet. Otje, jij komt uit Amsterdam. Wat vind jij ervan? Vind jij het leuk? Hou je van spiegelfoto's met, oh, je doet. Oh, ze doet het zelf ook gewoon. Oh. What's good, Otje? What is good? People like you. You're a good cat. Hoofden van je foto's afknippen. Dat is echt iets waarvan ik denk, dat snap ik gewoon niet. Kijk, nu terugdenk aan die soort van slangenmensen pose waarin je je bil laat zien. Kan ik het begrijpen? Als je trots bent op je reet, dan moet je het gewoon laten zien. Zijn ik nou echt reet? Je moet billetje zeggen. Oké, trots op je billetje. Ik doe nog één keer overnieuw. Als je trots bent op je billetje. Als je trots bent op je anus billetje. Als je trots bent op je bil, mag je zeker laten zien. Als je trots op je billenpunt. Als je trots bent op je bil, mag je zeker laten zien. Oké, we gaan door. Hoe kan het dat op een of andere manier, als heel veel chicks foto's maken, doen ze dit. We gaan even een foto maken. Ja, komt ie. 3, 2, 1.
Ik snap het niet. Er zijn heel veel chicks die gewoon hun hoofd eraf knippen. Soms komen de kijkers naar me toe op straat. Kelvin, I love you, you're the best, I love you. Maar soms maken jullie foto's bij mij. En dan denk ik, oké, ja, is goed. Ik wil wel een foto maken. Is helemaal niet erg. Ik heb toch tijd over. Ik heb toch niks te doen in mijn leven. Oh jawel, ik heb een heel leven te leven. Oké. En dat jullie dan zo gaan staan en zeggen, oké, ja, kom, maak een foto, oké? Mag ik pikken? Ja, is goed. En doen jullie letterlijk dit gewoon. Oh, dit. Dan is mijn hoofd gewoon. Mijn hoofd is eraf. En jullie hoofd ook. Ik ga toch ook niet zo'n video maken? Hey, leuk dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Kelvin en ik ben overgestapt naar de girl-achtige stilo met mijn video's, waarin ik gewoon lekker mijn voorhoofd er voor altijd afknip. Ik heb ook ervoor gezorgd dat ik geen voorhoofd meer heb. Ik heb hem toch niet meer nodig, want je ziet hem toch niet meer. Dus dank jullie wel voor het kijken. Snap je hoe kut het is? Iets anders wat over het algemeen best wel bekend is, is dat vrouwen ongeveer 8000 foto's nemen. Of in een kwartier. Het is geen joke. Ik maak soms selfies van mezelf. Ik ben gewoon eerlijk met jullie. Ik maak selfies en dan hou ik het ook niet bij 1. Dan maak ik er misschien 5 of 10 of 12. Maar nooit meer dan 13. Want je weet wat ze zeggen van 13. Bad luck. Maar vrouwen, jullie kunnen er wat van. Het leuke is dan ook als chick van zichzelf zeg maar foto's maken zo van, oh kijk, als ze goede tijd hebben in ons leven, I love my life, don't have any problems, heb geen daddy issues, nee helemaal niet. En dat ze dan later kijken naar hun telefoon en kijken, oké, is die goed? En op het moment dat ze een foto zien die niet goed is, oh my god, dan is het echt gewoon, oh nee, oh nee, oh god, oh nee, hoe delete je shit, hoe delete je iets op deze telefoon? Ik weet niet hoe dit werkt, ik weet niet hoe ik zo'n lage stem heb gekregen, want ik ben een vrouw, maar hoe delete je iets, help! Let's party! Fuck out trouwens met chicks die hun ogen doorstrepen. Bedenk ik me nu net, er is een of andere hype of zo, of een soort vibe van chicks die foto's maken van zichzelf. Of foto's van andere mensen die waar ze dan op staan. Echt topverhaal is dit, Kelvin. Je mag jezelf gelukkig prijzen met je vocabulaire en je spraak. Maar vrouwen maken soms selfies en dan krassen ze hun ogen door. Maak dan een foto van jezelf en dan krassen je ogen door. Pardon? Hey, dit is heel erg persoonlijk en totaal niet vreemd dat ik mijn ogen doorgekast. Helemaal niet. Like mijn foto en mijn filmpje. Met zulke video's ben ik altijd zo bang dat ik de enige ben die deze mening heeft gewoon. Dat iedereen denkt, Kelvin, je moet echt even een keer je bek houden. En dan heb je natuurlijk altijd nog de selfie met z'n tweeën. Je hebt de foto met z'n tweeën met twee chicks, twee dames. Het is altijd geweldig. Dat vind ik geweldig. Het is heel raar, maar op een of andere manier vinden vrouwen het leuk om foto's te maken waarin ze doen alsof er geen foto wordt gemaakt. Dus ze hebben geen idee, want ze hebben gewoon pret in hun leven. Want hun leven is zo spontaan en energievol. Oké, stel je even voor dat hier ook een meisje is en het is zo, oké. Hey, maak je foto? Ja, maak maar heel veel foto's, oké? Okay? Komt ie. Nu. Je hebt nog een andere pose van vrouwen die ik gewoon nooit heb begrepen. En dit begint ongeveer zo in de tweede klas. Oké, ik ga gewoon een foto laten zien, dan begrijpen jullie met deze foto. Het is een soort gestrekt been, maar dan hangt een ander been, bungelt er zo bij, half. Zo van, en een soort bochel in je rug. Mensen, ik heb het nooit begrepen. Het is dit, en dan zo één been, en dan zo, I'm also here for the picture. Let's party! Oké, vrouwen die foto's maken op zich gewoon selfies van zichzelf, je kan eigenlijk niet haten. Ik bedoel, het zijn gewoon chicks, die doen gewoon wat ze willen. Maar het wordt echt spannend als je samen met een meisje een foto gaat maken. Als een man samen met een vrouw een selfie moet maken, dan blijft het niet bij één selfie, mensen. Ik ben gewoon eerlijk, het blijft niet bij één selfie. Je moet gewoon 2 uur lang in je agenda vol plannen gewoon. Om überhaupt 1 goede selfie te krijgen, dat is echt waar. Als je een selfie maakt samen met een dame, dan is altijd 1 van deze dingen gebeurt altijd. Het eerste is dat ze sowieso met een iPhone willen. Of ze nou Samsung hebben of fucking Motorola, I don't know. Het is altijd zo van, Samsung zijn echt hele goede telefoons, ze zijn helemaal niet zo duur en de accu gaat ook heel erg mee. Het is eigenlijk in alle opzichten beter dan iPhone. Oké, zullen we een selfie maken? Ja, is goed. Mag ik dan wel jouw iPhone gebruiken? De 2 woorden die het vaakst worden gezegd als je een selfie sessie met je chick doet, is, even goed opletten, nog eentje. Dus je maakt wat foto's, ga je even kijken. Ah, nog eentje. Maak je er weer 10, ga je kijken. Ah, nog eentje. Je kan niet van tevoren weten of het nog 1 is. Dat is gewoon een leugen. Als je dan een goede foto hebt, ergens zweeft je zo tussen de 3000 foto's die jullie samen hebben gemaakt, dan moet je ze allemaal sturen. Allemaal. Ik heb gewoon speciaal een abonnement genomen op WeTransfer, omdat ik gewoon die foto's moet versturen. Het is geen grap. Als je dan alle foto's hebt gestuurd en ze hebben er een uitgekozen en ze gaan hem dan editen, dan vragen ze je 20 keer of hij mooi is. Ik besef me nu dat het heel erg klinkt alsof ik hele erge frustraties heb aan dit proces. Dat is totaal niet waar. Nina, als je kijkt, dat is niet waar hoor. Ik vind het hartstikke gezellig om foto's te maken. En soms, heel soms vragen ze of jij hem wil editen. Nou, ik kom er niet uit. Wil jij hem anders even bewerken? Dan bewerk ik de foto. Dan is hij mooi, vind ik. En dan is gewoon het standaard antwoord als ik hem laat zien is, ik ben oranje.
En als je dan met je liefde een foto hebt gemaakt, een selfie, je denkt, oké, hij is beautiful, it's pretty, I like it, it's good, man. Dan is er nog één ding wat je echt niet mag doen. En dat is hem eerder plaatsen dan haar. Als je hem eerder plaatst dan je chick, je bent dood. Je wordt letterlijk, je slaapt letterlijk op de bank. Oh man, god damn. Oh, Kelfam, you don't know. You don't even know. Laten we gewoon met z'n allen teruggaan naar de wegwerpcamera. Dan kon je gewoon niet eens zien wat je had gedaan. Dan was echt zo van, ah, ik hoop maar dat hij goed is. Klaar. Oké, Otje, we gaan even een foto maken. We gaan even met z'n tweetjes gaan we even op een selfie, oké? Komt ie, ja? En, wat vind je van de foto? Ja, god, ik ben veel te oranje, man.